Hoi, ik ben Nina. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je met de Rainbow Loom het hartje moet maken. Vandaag gebruiken we roze bandjes, 1 zwart bandje, je loom en een naaldpin. We beginnen met 1 zwart bandje. En je moet zorgen dat de rode pijl van je weg wijst. Dan ga je vanaf de tweede middelste pion naar de derde. Dan duw je dat naar beneden met 1 zwart bandje. Dan pak je nog 2 roze bandjes. Dan ga je vanaf de derde middelste pion naar de vierde. Dan pak je nog 2 roze bandjes. En dan ga je deze keer van de vierde naar de vijfde pion. Dan pak je nog 2 roze bandjes. En in deze keer ga je vanaf de tweede middelste pion. Ik bedoel de tweede naar de derde. Dus dan ga je terug. En dan ga je vanaf de tweede naar de eerste. Nu pak je nog 2 roze bandjes. Dan ga je deze keer vanaf de eerste middelste pion naar de eerste middelste pion aan de linkerkant. En dan pak je nog 2 roze bandjes. En dan ga je vanaf de eerste linker pion naar de tweede. Dan ga je vanaf de tweede naar de vierde. En dan ga je hierna nog 1 keer omhoog. Nu ga je vanaf die vierde pion van de linkerkant naar de vijfde pion in de middelste rij. Dan doe je hetzelfde aan de rechterkant. Je pakt 2 roze bandjes. Ga je vanaf de derde naar de tweede. Terug. Ga je vanaf de tweede naar de eerste. En daarna vanaf de eerste naar de eerste aan de rechterkant. Dan ga je 3 keer omhoog. En dan ga je vanaf deze pion naar die pion. Zo. Nu pak je 1 roze bandje. En dan ga je deze keer vanaf de tweede linker pion naar de derde middelste pion. En dan ga je nu met 1 roze bandje van de derde middelste pion naar de tweede rechter. Dan doe je hetzelfde, alleen dan daarboven. Dus ga je vanaf deze pion in de middelste rij. Dan ga je weer terug naar beneden. Zo. Nu pak je 1 roze bandje. En dan ga je vanaf de derde middelste pion in een driehoek over deze pion en die pion. Dan pak je nog 1 roze bandje. En deze keer dubbelen we die. Dat doen we door dit bandje over 2 vingers te halen. Dan strekken we hem en draaien we hem en halen we er terug weer overheen. Dan gaan we nu vanaf deze middelste pion naar die, naar die. Nu draaien we onze loom om. En dan gaan we een capband plaatsen. We gaan op de laatste middelste pion waar bandjes op zitten. Doen we dit roze bandje. 1 roze bandje. Strekken we die. Draaien we. Halen we maar 1 keer overheen. Strekken we draaien. Nog een keer. En dan de laatste keer. Zodat het er zo uitziet. Nu pak je je naaldpin en kunnen we beginnen met haken. Dat doe je zo. Je gaat in de kapband. Pak je de eerste 2 bandjes. En haal die over de pion heen. En haal die waar die vandaan kwam. Dus op vanaf deze pion. Dan ga je weer terug in de capband. Pak je de volgende 2 roze bandjes. Haal die over de pion heen. En haal je die naar deze pion. Dan ga je weer terug in de kapband, pak je de laatste 2 en haal je die over de pion heen en op de volgende. Nu gaan we in deze middelste pion, pakken we het eerste roze bandje, halen we die over de pion heen, halen we die ook waar die vandaan kwam.
We gaan in Deepion weer. Pakken we het volgende bandje. Die hadden we ook waar die vandaan kwam. Dan pakken we de laatste twee en haken we die ook naar voren. Nu gaan we in Deepion en dan haken we dit bandje over Deepion. En die. En dat is alles dat we gaan haken in de middelste rij. Nu gaan we de linkerrij haken. We gaan in deze bandjes, pakken we de onderste twee, gaan we die over de pion heen en op de volgende. We doen hetzelfde bij de volgende pion. Pakken we de onderste twee, gaan we die over de pion heen en op de volgende. Gaan we in die, pakken we de onderste twee, over de pion heen en op de volgende. Gaan we die en halen die over de pion heen en haken we die naar deze middelste pion. Doen we precies hetzelfde. Nee, eerst gaan we in die middelste pion. Pakken we de eerste twee. En haken we die naar achter. Dus dan gaan we over de pion heen. Halen we die naar achter. Op de pion daarachter. Gaan we in die vier bandjes. Pakken we de eerste twee. Die haken we die ook naar achter. Zo. Nu kunnen we deze vier bandjes, de eerste vier, eraf halen. Deze ook. Deze vier. Niet deze, maar kunnen we wel deze hoek er nog afhalen. Zodat het er zo uitziet. Nu doen we precies hetzelfde, alleen dan aan de rechterkant. Dus dan haken we deze rij eerst naar voren. De twee onderste bandjes. Dan gaan we nu naar achter haken. Deze vier. Zo. Dan kunnen we deze hoek er ook afhalen. Zo. Nu gaan we in de middelste pion waar al die roze bandjes op zitten. Gaan we in al de bandjes. En dan pakken we alleen dat onderste zwarte bandje. Gaan we over de pion heen en op de volgende. Nu steken we onze haak in die pion. Pakken we het onze zwarte bandje, halen we die er doorheen. Halen we die van de pion af en dan kunnen we de bandje op die pion er ook afhalen en dan kan je het trekken. Zo. Dat het er zo uitziet. Nu kan je het hele hartje eraf gaan halen, maar heel voorzichtig zodat geen bandjes breken. Zodat het er zo uitziet. Zo, je moet het bandje of het hartje eventjes op vorm trekken. Zodat hij goed zit. Zo. De hoekjes een beetje eruit trekken. Zo. Zodat het er zo uitziet. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je dit hartje ook gaat maken en dat je het mooi vindt. Doei, tot de volgende keer!